Naar aanleiding van het Songfestival is bij het Afrikanerpark een festival georganiseerd genaamd Afri Open Zap. Een onderdeel van het nieuwe evenement is het project Kunst achter de tralies, waarmee wordt stilgestaan bij de ondernemers en creatievelingen uit de wijk. 22 zijn er geportretteerd en hebben plekje gekregen rondom het hek bij het park. Een ode aan de ondernemers van de Afrikanerwijk, omdat wij vinden dat ondernemers van de Afrikanerwijk ook mee moeten kunnen profiteren van alles wat rondom het Songfestival gebeurt. Renate werkt al ruim 10 jaar in de Afrikanerwijk en is een van de gefotografeerde ondernemers. Ik vind de Afrikanerwijk een hele leuke wijk, omdat het heel erg divers is. Veel nationaliteiten. En het is gewoon leuk om al die soorten mensen allemaal hier in de winkel te zien. Ik ben echt gewoon meestal 7 dagen aanwezig. En doordat je natuurlijk het werk heel erg leuk vindt, is het ook niet erg om het te doen. Even verderop staat de Pommeroos, een Surinaams afhaalrestaurant. De zaak was eerst van mijn broertjes, toen was het een toko. En ze verkochten voornamelijk levensmiddelen. Op een gegeven moment, toen ben ik in het weekend komen helpen en toen ben ik eten gaan verkopen. Dus gewoon huisgemaakte rottiplaten en vlees, groenten, dat soort dingen. En we hadden een heel klein keukentje en mensen die kwamen dan levensmiddelen kopen en dan roken ze dat. En toen zeiden ze van nou, dat ruikt lekker, verkoop je het. En zo is het gaan lopen. De Pommeroos heeft 2 specialiteiten. Bara en Rotti. Wij zijn daar gewoon echt super goed in. We hebben ook vaste klanten opgebouwd. Iedereen blijft terugkomen. En we hebben ons daar gewoon helemaal in gespecialiseerd. Oké, we gaan nu Rotti maken. Zoals dat we die elke dag maken. Je ziet, we gebruiken geen machientjes of wat dan ook. Alles gebeurt op de mat. Het is gewoon echt een ouderwetse manier. Pommeroos, dat is een vrucht uit Suriname. Dat zag je vroeger heel vaak, nu iets minder. En de link met de winkel is eigenlijk dat we hier ook op een gegeven moment gerechten gingen verkopen. Of ja, hapjes, dat soort dingen, wat ook een beetje vergeten was. Doeg, wees smakelijk! Het is hartstikke leuk. Iedereen kent elkaar, dus als je 's ochtends aankomt, dan groet je allemaal elkaar. Even, weet ik veel, koffie of zo. Zie je, hij wordt mooi bol overal. Beetje bruin. En dat is het.